eruit vandaag. Wow, wat een gave plek dit. Holy moly. Dit is een noob. Mijn naam is Robbie. Komt er gewoon op neer dat je niet zo goed bent in Minecraft, oké, Robbie? Maar ik ben geen noob. Dat gaan we nog wel zien. Wij gaan namelijk tegen elkaar een huis bouwen. Ik kan niet verliezen van zo'n grote noob als Robbie. Vandaar dat ik er denk ik maar gewoon wat blauwe blokken bij pak om een huis te bouwen. Het moet wel een groot huis worden natuurlijk. Weet je wat, laten we een keer geen blauwe blokken gebruiken. Laten we bricks gebruiken. Je hebt namelijk ook van bricks deze brick walls. En dat in combinatie met rood glas plus acacia hout. Dat is denk ik echt heel gaaf. We beginnen met het maken van een plateau. Die wordt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 blokken ongeveer. 10. 11. Bij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Het wordt een beetje een vierkant huis. Het wordt 11 bij 11 hoe we hem gaan maken hier. Tenminste, het plateau dan natuurlijk. Later in deze video ga ik het opnemen tegen een echte hacker. Wie denk jij dat er beter bouwt? Een hacker of ik? Klik op de like knop en laat het weten in de reacties. Het is zoveel werk om dit allemaal op te moeten vullen. Oh, waarom is je... Jeetje! Zo! Ik schrik mijn hoed. Waarom zit jij zo hoog, Robbie? Je mag niet eens over de muur kijken. Maar ik wil weten wat je aan het doen was. Dat mag niet, Robbie. Dat is de hele bedoeling van de muur. Oh. Ah. Ik zei toch dat Robbie een noob was in Minecraft? Laten we beginnen met het mooier maken van het plateau. We gaan hier deze kleine hoekjes erin maken. Dit zal ervoor zorgen dat het er echt super netjes uit gaat zien. Het gaat allemaal om de kleine details natuurlijk aan het bouwen van een Minecraft huis. Ik heb er nog niet echt een heel idee voor in mijn hoofd. Maar dat heb ik nooit echt als ik aan het bouwen ben eigenlijk. Ik bouw gewoon een paar palen en tussen die palen bouwen we gewoon een heel huis. Ook zit de furniture mod erin. Daarmee kunnen we super veel coole dingen bouwen. Maar eerst wil ik deze smooth stripped wood gaan gebruiken. Hier voor de ramen. Dan maken we hier nog een pilaar. En dan denk ik dat dit wel een goede basis kan worden voor het huis wat we bouwen. Al doen we dit namelijk hier zo, deze palen. Dan ziet het er echt heel gek uit. Ik weet het. Maar al doen we dit ertussen, dan wordt het ineens vlak zoals je kan zien. En dan kan je dus heel goed door de ramen heen kijken. Alleen vind ik rood glas het net niet. Ik denk dat het glas oranje gekleurd moet zijn. Dat past er veel mooier bij het hout namelijk. Aan de voorkant moet natuurlijk ook wel een deur komen. Dus ik ga deze kant gewoon open laten. En hier kan dan nog een raam komen. Hoe ziet dat eruit? Oh, dat ziet er best wel goed uit, denk ik. Dan moet hier zo meteen nog een randje overheen komen. Misschien weer met hetzelfde hout op deze manier. Zo namelijk. Ja, dat is gaaf. En dan laten we de pilaren natuurlijk gewoon weer doorlopen op deze manier. Zo, die daar en die daar. En oh, die moet daar nog. Oké, niet vergeten. Oké, dit ziet er tot nu toe best wel cool uit, al zeg ik het zelf. Hier kan misschien dit zo en dit zo. Ik weet niet, ik vind dat er nog net wat meer vorm in moet. En op deze manier krijgen we dat wel. Ik ben het zo niet gewend om met bricks te werken, kan ik je nu al vertellen. Waardoor het er misschien best wel gek uit gaat zien vandaag. Maar ik doe mijn best, echt waar. Ik heb ook een beetje een ander idee. Ik wil wat stenen gaan toevoegen. Dit past er denk ik wel goed bij namelijk. Al doen we wat stenen hier op de randjes. Zo, op deze manier hoe ik het nu dus invul. Dan kunnen we hier zo meteen best wel wat cools mee maken, hoop ik. Ik zat te denken, wat nou al maken we hier een hele rand zo, die bij alle hoekjes zo meegaat? Oh, hopelijk komt dit er echt vet uit te zien. Ik heb zo geen idee wat ik aan het bouwen ben in mijn hoofd. Oké, dit daar en dit daar. Oké, ik moet zeggen, ik vind deze kleur er best wel goed bij passen, al zeg ik het zelf. Hier misschien nog zo'n trappetje zo. En dan kan hier denk ik zo meteen wel een deur inkomen. Laten we dit voor nu zo open houden. Ik heb namelijk een ideetje en dat is om de deur hier te maken. Een beetje schuin. Dat je al een soort van binnenkomt in het huis. Nou, dat past daar helemaal niet, hè. Maar hier kan je dan al het huis inkomen. En wat ik hier dan wil, is hier komt een hele muur te staan. Waar dan allemaal brievenbussen tegenaan kunnen komen. Wow, en deze deur ziet er nog best wel cool uit met dat trappetje erboven. Laten we dan wat brievenbussen erbij pakken die ik er cool bij vind staan. En dat zijn deze, denk ik wel. Dan... Oh, dit is ook wel gaaf misschien, of niet? Nee, dat ziet er eigenlijk niet uit. Oh, wat kan ik hier nog meer doen? Stone. Kan ik hier wat mee? Ja of nee? Dat is de vraag. Dat kan misschien daar zo. Dat is een soort rijtjes, dat het een kast lijkt. Nee, ziet er ook niet uit. Ik haal het maar gelijk weg. Ik wil hier een rijtje opmaken. En op het dak komt natuurlijk een schuin dak te staan. Dat is wel iets wat het beste past, denk ik, bij een betonnen huis. Ik doe hier gewoon een paar vormpjes in, zodat dit een beetje omhoog gaat zo meteen, zoals je kan zien. Ik denk dat dit er ook cool uit gaat zien. Oké, er moet nog wel echt heel wat... Ha, Robbie, je mag niet zomaar spieken. Wat is er? Alex, ik ben klaar.
Oké, ik kom bij je... Hoe ben jij nu al klaar? Ik ben nog lang niet klaar. Waarom ben je zo sloom? Omdat ik een huis aan het bouwen ben. Een huis staat er niet in 2 seconden, Robby. Alsnog ben je echt super sloom. Oh, ben je nou weer gevallen? Ik kom eraan. Ik ben zo benieuwd wat die Robby gebouwd heeft. Robby, wat is dit? Hoi, Alex. Wat is dit? Hoe bedoel je, wat is dit? Wat is dit voor huis? Mijn huis? Kijk. Robby, je hebt een... Hoi, ik ben Robby. Er staat Robby trouwens, niet eens Robby. Oh, ik weet nog niet zo goed hoe ik moet spellen, maar kijk hoe mooi. Het Robby, wat is dit? Oh, dit is zo mooi. Er zit niet eens een dak op je huis. Wel, als je hier staat, heb je gewoon een dak boven je hoofd. Oké. Maar vind je hem niet mooi? Nee, hij is niet mooi. Het is een hoopje dirt. Oké, dan. Die Robby bakt er helemaal niks van. Hij bouwt een huis zonder... Hallo? Wie bent u? Hallo, ik ben de hacker. Wat? Hou eens even. Waar is het huis van Robby? Ik ga het vanaf nu opnemen tegen jou in deze bouwbattle. Hoe bedoel je? Waar heb je het over? Wat? Wat is er ineens gebeurd? Wat doe ik hier? Hoor ik nou letterlijk regen? Waarom is het nacht? Oké. Dat was heel apart. Laten we gewoon maar verder gaan met mijn huis, denk ik dan maar. Dit moet gewoon nog eentje groter. Een hacker in mijn game? Hoe komt er hier ooit een hacker? Ik heb wat dingetjes nodig. Laten we gewoon dit erbij pakken. En hier het dak maar een beetje opvullen. Ik heb een beetje een gek idee voor het dak. Ik wil het namelijk op deze manier doen. En ik weet niet of het mooi wordt. Maar daar gaan we wel achter komen. Het wordt een beetje een lang dak. Een lang schuin dak. Alleen het feit dat het ineens donker is, vind ik niet heel erg fijn, kan ik je vertellen. Het is zo vervelend om in het donker te bouwen. Ik zie letterlijk bijna helemaal niks. Maar misschien is dit dan ook gewoon een teken dat we echt even wat lampen in huizen moeten zetten. Wow! Wow, wat was dat? Oké. Ik weet niet eens of ik het helemaal moet vertrouwen met die hacker in de server. Ik hoor allemaal bliksem de hele tijd. Onweer? Hoe kan dat ineens? Ik moet zeggen, ik denk dat dit dak oprecht nog best wel mooi kan worden. Het is een beetje anders dan alle andere daken, maar dat heeft ook wel wat, kan ik je vertellen. Hij is namelijk nu af. Oké, het ziet er best wel cool uit. Laten we beginnen met de verlichting van het huis. Oké, dan doen we hier wat lanterns op de uitstekende stukjes. Zo, niks aan de hand, Alex. Oké, ziet er leuk uit. Ziet er heel mooi uit zelfs. Dan kunnen we hier nog misschien een vormpje erin maken met dit zo en dit zo. Ziet dit er leuk uit? Ik vind van wel. Het geeft wat andere textuur aan het huis. Dan kunnen we hier naar binnen in het huis. Het is misschien ook wel handig om hier een klein dak op te zetten. Zodat we hierboven gewoon een slaapkamer kunnen maken of iets. En hier kunnen we dan beginnen met de trap. Oh, waarom onweert het zo hard? Nou ja, de trap staat tenminste op zijn plek. Hiermee kan je gewoon makkelijk naar boven komen. Oké. Het onweert nog steeds, Alex. Maar niks aan de hand. Niks om bang van te worden. Van onweer hoef je niet bang te zijn, Alex. Het is maar niks. Het is helemaal niks. Het is gewoon elektriciteit in de lucht. Dat gebruik je ook om mee te minecraften, toch? Laten we wat acacia fences erbij pakken. Die kunnen we hier mooi op de rand neerzetten. Hier een lampje ophangen en daar een lampje erbij. En dan hebben we natuurlijk ook wat inrichting nodig. Ik vind dit een heel mooi hoekje voor een leuke keuken. Een schattige, leuke keuken. Dus laten we dat hier zo dan maar doen. Dat daar en hier een koelkast. Dan hebben we die even vanaf daar nodig. Oh, weer die verdomde onweer. Misschien dat we ook een pompoenetje erbij kunnen zetten. Ik bedoel, het is tenslotte bijna Halloween natuurlijk. En hier kunnen we ook een super schattige pompoen hangen in het midden. Dat is zo leuk. Dan wil ik in deze hoek een mooie zitbank. Niks aan de hand, Alex. Niks aan de hand. Nou ja, noemen we er nog een mooi bed bij met wat boekenkasten. En dan ziet de slaapkamer er ook super gezellig uit hierboven. Ik denk dat het huis helemaal af is. Laten we maar eens gaan kijken wat de hacker gebouwd heeft. Wat is dit? Wat? Heb je dit in die korte tijd gemaakt? Oké, daar wil ik niet in staan. En wat is dit ook? Allemaal zwarte dingen. Allemaal kaarsrituelen. Allemaal rondjes waar ik niet in wil staan. En wat? Het is zelfs binnen helemaal ingericht met... Oh, weer al die enge kaarsen en enge dingen. Er is een keuken. En er is hierboven wat ruimte. Ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn. Maar wie denk jij dat er heeft gewonnen? De hacker, de noob of ik? Laat het weten in de reacties. Doei, hacker!